spannende avond gisteren voor Rick Ermekus en Angela Schijf. Van de toeziend oog van heel veel bekende collega's speelden zij de première van hun stuk Blind Vertrouwen. Ik moest jou vertrouwen. Nu moet jij mij vertrouwen. Ja, bij de première van Blind Vertrouwen kun je er natuurlijk niet omheen. Ook al is in het stuk niemand echt betrouwbaar, in real life is een beetje vertrouwen toch echt een must. Ik heb totaal geen last van jaloezie. En dat is denk ik toch blind vertrouwen. Maar ja, je weet het nooit helemaal zeker. Ja, wat is nou het enige juiste antwoord, Erik? Ja. Wat zou het wezen? Ja, toch wel. Volgens mij is het antwoord nee. Het is niet zo goed gespeeld, schat. Sorry. Nee, iets laten komen met je tekst. Ja. Blind vertrouwen, dat doe je pas als je elkaar op de proef hebt gesteld. En dat hebben Angela en ik. En daar vertrouw ik aan. Of je een vriendin hebt. Een scharrel, een of andere del in een flat ergens. Angela Schijf en Rick Engelke spelen een getrouwd stel dat hun kind verliest. En de relatie-thriller is zo heftig dat iedereen bont en blauw thuiskomt. Wil je ze zien? Nu is mijn neus weer geheeld, want daar had ik een bloedneus, want daar kwam ook. En ik heb nog die vaas tegen mijn hoofd gehad van aluminium. Dus we staan wel kiet, zeg maar. Als je van elkaar houdt, dan moet je elkaar af en toe ook een beetje pijn doen. Geen probleem. Jij verbergt iets! Ik zie het aan je ogen! Ja, heftig allemaal. En als klap op de vuurpijl moet de o zo brave Angela ook nog eens kook snuiven. Kook leren snuiven, ja. Nou ja, best lekker. Ja, man, ik doe niks in mijn neus. Natuurlijk niet. Nee, ik doe niks in mijn neus. Maar een geruststelling voor de cast. Het komt allemaal heel geloofwaardig over, hoor. Ik vond Rick hartstikke goed. Heel spannend. En Angela is natuurlijk bloedmooi. Dus daar kijk je ook heel graag naar. Dus we hebben een fantastische avond gehad. Ja, mooi toneelstuk. Ik heb meegemaakt in Amsterdam. We hebben zo'n repetitieruimte. Focus. Heb je allerlei zalen. En daar waren Rick en Angela de hele tijd aan het repeteren. Het ging echt heftig aan toe. Je zag die blauwe plekken net al op de bovenarm van Angela. Tom van Landuit, de man van Angela, heeft ook aan Rick op een gegeven moment gezegd: doe dat nou eens een beetje rustig aan met mijn vrouw. Want ze komt helemaal de kreukels, komt ze s'avonds thuis en dan mot ze nog. Dus dat vanaf dat moment hebben ze rustig aan gedaan. En bij de try-outs in Deurne, omdat er zo geschreeuwd werd in het stuk, vroegen mensen op de eerste rij of het iets rustiger kon. In ieder geval.